Dit is de tweede keer dat jullie dit doen, hè? Dat is de tweede keer dat we dit doen. En dat is vanwege de corona dus? Nou, kijk, het is natuurlijk zo, de echte palingen roken op het Spuiplein, dat gaat al twee jaar niet door. Maar dit is een leuk alternatief voor echte amateurs. Voor jongens die dit met een grote evenement mee kunnen doen. En het thuis zelf dan een beetje, ja, echt amateuristisch zelf kunnen doen. Oké, okay, maar dat zou kunnen betekenen als de corona voorbij is, dat dit gewoon blijft. Nou, de kans... Of allebei? De kans zou wel mogelijk zijn, ja. Beetje geluk, denk je? Ik hoop het. Het is niet de wedstrijdpaling, hè? Het is niet de wedstrijdpaling. Nee, het is juist meerpaling. Die wedstrijdpaling gaan we nu erin doen. Die ga je er nu in doen. Daar wil ik even bij zijn. Ja. Dat is deze, kijk. Zijn we al gepekeld? Het loodje zit er nog op? Ja. Kunnen we niet vals spelen? Zo. Goudgebruind. Goudgebruind, ja. Lekker vet. Als dat niet lekker is, dan weet ik het niet. Nou, daar gaat de wedstrijdpaling, jongens. Nou, bij die wedstrijdpaling ook nog andere palingen, dat ding, of wil je het helemaal neutraal houden? Nee, we gewoon de paling en de wedstrijdpaling bij elkaar. Iedereen doet het anders, maar ik doe hem eerst de paling goed laten drogen en daarna pas droog geven, zeg maar. Dat drogen doe je met een open deksel? Ja, laat je ton open en als je gaat roken en garen, zeg maar, dan doe ik hem dicht en dan een beetje een graadje of 70. Hoeveel deelnemers hadden jullie nou? Nou, volgens, als ik goed gehoord, 56. We hebben de inschrijving op een gegeven moment maar stopgezet, want ja, het wordt ook een beetje aankunnen natuurlijk. En hoeveel had je er vorig jaar? Vorig jaar, volgens mij, ja, toen was ik er niet, maar ik dacht van 30 of zo. Nou, dat belooft wat. Ja, dat belooft zeker wat. Als we doorgaan, hebben we straks, hebben we er straks 100. Dan heb je nog meer dranghekken nodig. Ik denk dat we hier de twee jongste palingrokers van dit evenement hebben. Klopt dat? Ja, dat klopt wel, ja. Ja. Doen jullie voor het eerst mee? Nou, vorig jaar ook. Ik deed met mijn vader mee. Die is volgens mij toen eerste geworden. En nu gaan we weer voor de eerste plek. Je vader denkt van, hij weet nou hoe het moet, dan gaat hij ervoor. Ja, we zijn samen overal een beetje hout wezen sprokkelen. Extra opgegooid. En dit jaar gaan we weer voor de eerste plek. We'll be right back.
nummer 3 is geworden. Hillebrand. Lunch om bij Schik te worden van 50 euro. Lekker! Hup, je naam? Richard Wisman, nummer 2. Geef me gewoon een shirt van mijn kant. Ja. Nummer 1 is geworden Kurt Roos. Hey. Met maar liefst 48 punten en 5 maal een uitsteek. Wat zei ik jullie? Dankjewel, jongen. Deze beker is voor jou. Mag je houden? En de eerste prijs bot op de 4 personen van jachthaven. Helemaal top, jongen. Ik mag het je bedanken. Op onze service, helemaal top.